Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze live-uitzending van Waterschap Hollandse Delta. Nou, fijn dat u er allemaal bent. Het wordt vandaag een belangrijke middag. Want we gaan met u in gesprek over het nieuwe waterbeheerprogramma. En daarbij is uw input heel belangrijk. Dus fijn dat u er bent. Mijn naam is Liesbeth Werleman. Ik werk bij de gemeente Rotterdam als adviseur inspraak en participatie. En ik ben ook gespreksbegeleider al daar. En normaal gesproken ga ik met altijd heel veel Rotterdammers in gesprek. En dat vind ik natuurlijk altijd heel leuk. Maar ik vind het ook wel eens heel erg leuk om het hier in deze setting te doen. Met deze mensen in deze omgeving. Dus ik heb er in elk geval heel veel zin in. Nou, ik ben hier niet alleen. Hier staat een panel. Die ga ik straks aan u voorstellen. Dat komt straks. Maar ja, kunnen we onze dijken en waterkeringen ook gebruiken voor recreatie? En hoe schoon moet het water in ons gebied zijn in 2027? En wat doet het waterschap om zich voor te bereiden voor de klimaatverandering? Nou, allemaal vragen waar het waterbeheerprogramma antwoord op geeft. Nou, het huidige waterbeheerprogramma loopt tot eind 2021 en het waterschap is nu bezig met het nieuwe programma van 2022 tot 2027. En we horen graag wat u daarvan vindt. We horen graag van u wat u daarin zou willen zien. Dus we gaan met u het gesprek aan. Maar hoe doen we dat dan? Nou, we hadden dat natuurlijk heel anders voorgesteld. We zitten natuurlijk nu in deze coronatijd. Dus liefst hadden we gewoon hier gezeten met een kopje koffie erbij. Maar goed, dat gaat nu eenmaal niet. Dus we doen het op deze manier. En wij denken dat dit ook wel moet lukken. We gaan er gewoon voor. Nou, hoe kunnen we u horen? Want we willen u graag horen. Nou, dat gaat via de welbekende chatfunctie. Die heeft u allemaal. Dus heeft u vragen, opmerkingen, dingen die u belangrijk vindt, dingen die even besproken moeten worden, gebruik daarvoor de chatfunctie. Die houden we heel de tijd in de gaten. En op het moment dat het kan, dan komt u misschien, moet u vragen misschien wel in de uitzending. Of u komt misschien wel in de uitzending. Dan vragen we eventjes uw geluid aan te zetten en uw beeld. Als u wil natuurlijk. En dan kan u uw vraag hier stellen. Dus gebruik vooral die chatfunctie, want daar moeten we het vooral van hebben vanmiddag. Goed, hoe ziet het programma eruit? Nou, ik zal straks eerst het woord geven aan Peter van Driel. Ik ga hem straks eventjes voorstellen. En Johan gaat kort wat vertellen over het waterbeheerprogramma. Wat staat er nou precies in? Hè? Dus daar wat meer toelichtingen over. En daarna gaan we met het panel in gesprek over de inhoud ervan. En dat kan u misschien zien als een soort opwarmertje voor het tweede deel van de middag. Als we in de deelsessies uiteengaan en dan inzoomen op bepaalde onderwerpen. Nou, hoe dat precies gaat, dat ga ik u straks allemaal vertellen. Dus dat komt straks. Vanzelf. En nou, in elk geval is het zo dat we 3:15 sowieso weer bij elkaar komen in deze ruimte om met elkaar de dag af te sluiten. Nou, dat was een heel verhaal. Ik wil nu eerst eventjes de mensen hier in de studio aan u voorstellen. Ik ga eventjes het rondje zo af. Daar staat Frans Zijderveld, belangenbehartiger van natuurmonumenten. Naast Frans staat Tanja de Wit, wethouder van klimaat- en energietransitie. En naast Tanja staat Johan. Sorry hoor. Het is Arie Verhorst, bestuurder van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. En naast me staat Johan van Driel, heemraad Water en Klimaat van het Waterschap. En ook gastheer van deze middag. Nou, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Frans, ik wil jou als eerste het woord geven. Nou, dat vind ik heel mooi. Dankjewel, Liesbeth. Dankjewel voor de mooie inleiding die je gegeven hebt. En wel uitlegt hoe we hier aan bezig zijn. Ja, we hebben het vandaag inderdaad over het waterbeheerprogramma. Dat is het waterbeheerprogramma is nog in concept. Daar zijn we volop mee bezig. En daar willen we ook graag met u over in gesprek. En het is een soort beleidsplan, een kader waar wij onze werkzaamheden in 2022, 2027 verder willen geven. En daar staan ook een heleboel doelen in. Doelen over waterveiligheid, waterkwantiteit en zeker ook over de waterketen, het zuiveren van water. Dat is ook een belangrijk onderwerp wat daarin verwerkt staat. En al die doelen die we daar bedenken, waar u straks ook hopelijk een mening over hebt, daar zijn we echt nieuwsgierig naar. En een goede inbreng vinden we ook belangrijk. Is dat dat allemaal gebaseerd is op ambitie die wij hebben om de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen op een goede manier op te pakken. En onder andere zie je daar een heel belangrijk onderwerp. En de wethouder uit Barendrecht heeft dat ook in haar portefeuille. De klimaatadaptatie en hoe passen wij ons aan het klimaat, aan het veranderend klimaat. Nou, uiteindelijk, die doelen, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar we moeten ook nadenken over hoe gaan we dat dan bereiken. Dan heb je een strategie nodig, staat daar ook allemaal in verwerkt. En uiteindelijk gaan we nadenken van nou, maatregelen. Wat ga je doen? Gaan we sloten verbreden of wat dan ook? Dat staat er dan weliswaar niet in.
Maar dan gaan we per jaar met onze raad, met het bestuur, gaan we dan bekijken van welke maatregelen gaan we dan doen om uiteindelijk die doelen die we in het waterbeheerprogramma willen bereiken ook echt te kunnen bereiken. Uiteindelijk is het bestuur, het waterbeheerprogramma is belangrijk voor het bestuur. We kunnen daar dan sturen op de doelen. En voor de organisatie is het, zoals ik net al zei, een kader om de goede dingen te doen, om de goede maatregelen te bedenken. Maar ook voor handhaving en vergunningverlening is het belangrijk. En voor u, voor buiten, en dat vind ik nog veel belangrijker, alle mensen die met het waterschap te maken hebben, dat ze weten waar ze aan toe zijn, wat wij als waterschap willen bereiken. Dus hoe we dan op de goede manier met elkaar kunnen samenwerken. Want dat is eigenlijk het grote uitroepteken wat wij hebben met het waterbeheerprogramma. Alles wat we daar zouden willen bereiken, kunnen wij niet alleen. Daar hebben we u voor nodig, de panelleden en alles wat zij allemaal vertegenwoordigen. Dus de gemeente, de natuur, maar ook de inwoners, de gemeente en dergelijke. En natuurlijk de landbouw- en tuinorganisaties die toch wel een behoorlijk gebied in handen nemen. We hebben veel gedaan. We hebben al in 2020, ondanks de corona, heel veel contacten al gehad. Over de groenvisie gesproken, over het waterkwaliteit, KRW heet dat, vergeet die term, maar over hoe de waterkwaliteit beter gedaan kan worden. Maar uiteindelijk moet dat allemaal in dit waterbeheerprogramma belanden, waar we dit jaar, op het eind van het jaar, een slag op willen geven, een besluit op willen nemen als bestuur. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Het is wat mij betreft nu al een succes dat er zoveel mensen zich aangemeld hebben om mee te doen met ons, om gesprekken te gaan. Ik wens jullie allemaal veel succes. En ons natuurlijk ook een beetje met onze paneldiscussie. Ja, Lisbeth. Dankjewel, Johan. Ja, nou, die samenwerking heel belangrijk, zoals je zegt. Nou, daar gaan we vandaag echt invulling aan geven. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat het panel vindt van het waterbeheerprogramma. En ik wil eigenlijk, mogen we tutoyeren, hebben we net afgesproken. Dus ik wil Tanja graag als eerste het woord geven. Wat verwacht jij nou eigenlijk van het waterschap? Dus eigenlijk de rol, de invulling. Hoe zie jij dat voor je? Nou, allereerst al dank dat de gemeente hier vandaag ook is. Want dat geeft al aan dat wij een partner zijn van het waterschap. Andersom, het waterschap is ook onze partner. Net als de waterschap hebben de gemeente ook een klimaatakkoord onderschreven. En daarin zit een gezamenlijke opgave. Dat we willen kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we een gezonde en vooral ook een mooie leefomgeving houden. En natuurlijk waren we al in gesprek met de waterschap. Want we hadden het altijd al over waterstanden en over schoon water. Maar je ziet nu dat de discussie ook veel meer gaat over hoe voorkomen we nu dat er nog heel veel hoge waterstanden. Nou, zeer actueel hè, op dit moment. Maar ja, we hebben ook te maken met die droge zomers. Nou, dat is een opgave van onze gemeente. Maar ja, daar komen wij het waterschap tegen. En andersom, het waterschap heeft dezelfde opgave. Dus we hebben de handen, hebben we al een paar keer inderdaad ineengeslagen. En wij hopen echt dat met dit beleidsplan onze plannen goed op elkaar zijn afgestemd. En we samen die toekomst in kunnen gaan om die opgave aan te pakken. Ja, mooi, mooi, dankjewel. Nou, dat zijn mooie woorden. Ik wil eens aan Frans vragen, natuurmonumenten. Als je het vanuit natuurmonumenten, jullie eigen belangen die jullie hebben. En alles wat jullie doen. Hoe denken jullie bij te dragen aan dit programma of dit vraagstuk in elk geval? Waar wij in ieder geval het waterschap heel veel tegenkomen is in het landelijk gebied. Wij zijn er als organisatie ook actief. En daarin zie je dat bijvoorbeeld de klimaatveranderingen, externe ontwikkelingen, die hebben allemaal impact op de natuur. Dus wij merken in ieder geval dat wij in de afgelopen jaren met het waterschap heel erg goed kunnen samenwerken om gezamenlijk te proberen zeg maar, de doelen van het waterschap te realiseren. Maar daarmee ook bij te dragen aan eigenlijk een zo robuust mogelijk systeem voor die natuur. Ja. En wat Tanja ook al zei, zoals we hier nu staan, mensen vanuit de landbouw, vanuit de gemeente, maar ook vanuit de natuur, dat geeft al aan dat het waterschap ook die hele brede doelstelling ziet. En dus ook in het waterbeheerprogramma meeneemt. Ja. En dat is wel erg belangrijk, omdat, wat Johan ook al zei, als je allemaal individueel aan de gang gaat, dan mis je zeg maar efficiënt samenwerken, mis je gewoon kansen en doe je misschien zelfs wel dingen dubbel. Ja, die samenwerking, erg belangrijk dus. Wil ik eventjes het woord geven aan Arie, dus bestuurder van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. Hoe zie jij die samenwerking zo met elkaar, met al die verschillende partijen? Maar waterbeheer is heel belangrijk voor land- en tuinbouw. Zonder goed waterbeheer overleven we als land- en tuinbouw niet. Dat doe je niet alleen. Daar heb je in ieder geval een waterschap voor nodig die aan de knoppen draait om te zorgen dat je voldoende water hebt. Maar ook als er te veel is, dat het weer weggaat, zeg maar.
En we hebben natuurlijk met elkaar ook nog een opgave in het landelijk gebied. Dus goed bodembeheer, dat de opslag van water in de bodem beter wordt. Maar ook beter vasthoudend vermogen van water in de bodem, zodat je zomers minder snel last hebt van droogte. Ja, daar heb je andere partijen voor nodig om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, we hebben ook DAW vanuit Land en Tuinbouw gelanceerd ooit. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Okay, ja. Dat betekent dat je bovenwettelijk met boeren en tuinders nadenkt van hoe kan ik nou dat waterbeheer in mijn polder of in mijn gebied of op mijn erf verbeteren. Nou, dat zijn wat initiatieven die al wat langer lopen, maar die zouden in dit plan wat nu gemaakt wordt door het waterschap nog stevig verankerd moet worden. Mooi. Dat is een mooie wens dus eigenlijk al voor het nieuwe plan. Nou, alles wordt opgeschreven. Dus ook alles wat u zegt in de chat. Ik wil het nog even benadrukken. Heeft u vragen aan deze mensen? Straks zijn ze weer weg. Dan stel ze vooral in de chat. Dan stel ik ze weer hier verder. Want nu is het moment. En alles wat gezegd wordt, dat wordt genoteerd om straks in het plan te komen. Ik weet niet of alles in het plan komt, maar er wordt in elk geval heel goed naar gekeken. Er wordt zeker naar gekeken. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Heb je misschien ook vragen aan deze mensen die hier staan? Dat je denkt van nou. Nou ja, kijk, er is een belangrijk punt is natuurlijk al genoemd dat we elkaar nodig hebben. Ja. Ik heb dat in mijn verhaal kort ook aangestipt, maar iedereen onderstreept dat. En iedereen heeft zijn eigen belang. En ik heb ook later, eerder een moment ook wel eens geroepen van ja, natuur en landbouw, die hebben allebei hun eigen verdienmodel. De landbouw moet zijn boterham verdienen met het landelijk gebied. Maar feitelijk, de natuur moet dat ook. Die krijgt daar landelijke gelden voor betaald. En dat moet op de een of andere manier ook georganiseerd worden. Dus ik voel mij, Waterschap Hollandse Delta moet ik dan natuurlijk zeggen, heel erg betrokken om te zorgen dat al die belangen op een goede manier ingevuld worden. Dus ja, ik vind het wel heel fijn dat we hier zo staan. En ik zou de panelleden eens uit willen dagen van hoe kunnen wij elkaar versterken? Waar zouden we elkaar kunnen versterken? Dat is een vraag die ik zou willen stellen. Ja, nou, laten we het eens vragen. Mag ik het? Ik ga eerst met Tanja beginnen. Dankjewel. Ja. Ja, waar gaan we elkaar versterken? Er zijn meerdere gebieden waar we elkaar kunnen versterken. Dat zit zowel aan de preventieve kant als denk ik aan de wat meer reactieve kant. Als je nu kijkt dat we te maken hebben met klimaatverandering, met hoogstbuien, dan denk ik, ja, daar hebben we echt jullie voor nodig. Dat water, dat staat bij ons in de straat. Nou, NS-station, we hebben de beelden nog van een bui waarin het de trappen afkwam. Ja. Wij als gemeente hebben dus in die zin hulp nodig van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat al dat afwateren goed gebeurt. En dat het ook ergens naartoe kan waar het ook weer goed terechtkomt. Tegelijkertijd, als je naar Barendrecht kijkt, wij liggen redelijk zeeniveau, net eronder. Die dijken zijn echt essentieel. Er mag echt niks met de dijken gebeuren om ons in een veilige leefomgeving te houden. Ja, en een heel mooi voorbeeld, denk ik, waar wij elkaar al hebben gevonden, is dat we samen een zonneparkinitiatief hebben beetgepakt. Bij de zuiveringsinstallatie hebben we samengewerkt, dat wij namens de gemeente mee hebben gewerkt aan de ruimtelijke procedures. En jullie in die zin meehelpen om duurzame energie te gaan produceren. Nou, daar zijn mooie projecten voorbeelden van komen. Ja, precies. Ja. Ja, Frans, heb je ook zulke voorbeelden of niet? Met mooie samenwerkingsvormen die er al zijn geweest? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ja, wat ik in het begin al zei, komen we het waterschap gewoon heel vaak tegen in het landelijk gebied. Ja, ja. Bijvoorbeeld ten aanzien van het waterbeheer. Ja. Het water wat uit onze gebieden stroomt, daar kan je bijna van op aangaan dat het heel erg schoon is. En daarbij draagt het ook bij aan de waterkwaliteit van het hele watersysteem. Ja. Tegelijkertijd andersom is een bepaald waterniveau in de polder is wel heel erg belangrijk voor een goed systeem in onze natuurgebieden. Ja. Dus je kan je voorstellen als er hele grote verschillen in zitten tussen het watersysteem in het natuurgebied en in de polder, dan is dat voor de landbouw niet prettig en is dat voor de natuur niet prettig. Op het moment dat je dat goed op elkaar afstemt, kan je elkaar ook heel erg goed versterken. Ja. Hoe gaat dat nu trouwens? Ben je gewoon heel nieuwsgierig naar. Hoe gaat die afstemming nu? Nou, dat is zoeken. Ja. Dat is met elkaar in gesprek gaan. Ja. Omdat, vanuit je eigen greppeltje iets roepen naar een ander, dat is denk ik niet de goede manier. Je moet met elkaar in overleg. En mijn ervaring is, ik kom Johan op een aantal plekken tegen. Mijn ervaring is, op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat en je zet echt een stip op de horizon, dan kom je ook samen verder. Dus uit die greppel. Ja. En dan. En één element wat ik nog aan toe wil voegen is, het waterschap is natuurlijk een hele belangrijke beheer in het landbouwgebied. Ja. Met water, maar ook met heel veel lijnvormige elementen. Zoals sloten, maar ook bermen, dijken. En voor de natuur is dat ook heel erg belangrijk. Ja. Het zijn allemaal elementen die
op zichzelf al heel erg belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Maar ook allerlei natuurgebieden en natuurgebiedjes met elkaar verbindt. Ja. Dus het waterschap heeft daarin denk ik een bredere kerntaak gekregen dan misschien wel een tijdje geleden. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik zie dat er een vraag is in de chat is gesteld. En dat is Ed Lafeber. En Ed wil ook in beeld. Dat is heel erg leuk. Ed, kom er maar in, want we willen je graag zien en horen. Dag Ed, welkom in de uitzending. Stel je vraag maar. Nou, wat ik de afgelopen jaren met het waterschap wel een aantal keer heb besproken. Dat water niet alleen voor de landbouw nuttig is. De voedselvoorziening en voor drinkwatervoorziening. En dat zij zorgen voor de veiligheid. Waar ik met het waterschap met name over wil praten, is de functie van water in het vorm van recreatie. Of dat nou voor vissen, voor varen of wat dan ook is. En ik hoop dat ze dat in het waterbeheerplan ook tot uitdrukking weten te brengen. Oké. Dat is een, ik ken Ed, heel goed zelfs. Maar dat is een mooie inbreng voor de sessies hierna. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp inderdaad. Hoe ga je met, naast voor de functies, natuur en landbouw, maar functie is ook recreatie natuurlijk. En van nature heeft het waterschap eigenlijk de neiging om te zeggen dat we van de kerntaken zijn. Dijkveiligheid, watersysteem. En waterketen, dus rioolzuivering. En in dit waterschap hebben we ook zelfs nog te wegen in beheer. En dan heb je als waterschap al je handen genoeg. En dan zijn ik heb het net in mijn verhaal ook al gezegd. De maatschappelijke opgave is een van de vragen die aan het waterschap gesteld wordt. Is, ja, maar jullie zijn toch van het water? Dus, en water is ook recreatie, naast natuur en alle andere functies. Daar zou je dan ook aandacht aan moeten besteden. En daar hebben we op dit moment een goede discussie over. Ook politiek in de VV. En er zit een groenvisie aan te komen. Die is al vastgesteld. En daar hebben we dan later ook nog een discussie in de Raad over. Hoe we nou met dit soort onderwerpen recreatie om moeten gaan. Ja, okay. En we zijn aan het verschuiven. Maar het ligt best gevoelig. Want moeten we nou overal van zijn? Of is er ook nog iets een taak voor de gemeente? Ja. Kijk ik even naar de wethouder. Ja, ja. Nou ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, dat klopt. En daar is het juist denk ik die afstemming van ook wij willen ervoor zorgen dat er genoeg recreatie in de omgeving is. Want we zijn een verstedelijk gebied aan het worden. Maar zeker ook deze corona geeft duidelijk aan. We hebben echt behoefte als mensen aan die groene omgeving. We moeten eruit kunnen. En ik vind het wel mooi dat je zegt van wij zijn van het water. Wij zeggen als gemeente van hopelijk zijn jullie ook van het niet water. Ja. Gewoon ervoor zorgen dat het ook af en toe gewoon niet te veel water is. Ja, ja. Oké, okay, mooi. Nou, ik heb een vraag in de chat van Marieze van de Heuvel en die is van Evides. En wil ook in beeld komen. Leuk. Marieze, kom maar door met je vraag. Ja, nogmaals, ik vond het mooi om te zien dat inderdaad de gemeente, natuurbeheer, landbouw hier zijn, dat die meedenken met het waterbeheerprogramma. Ik vroeg me af, sowieso vanuit Evides natuurlijk, wij willen ook graag betrokken zijn bij, willen ook graag de samenwerking aangaan met het waterschap. Ik vroeg me af, wat voor partijen betrek je er nog meer? Kan je nog één keer de vraag nog één keer stellen? Ja, ik vroeg me af welke partijen er nog meer betrokken zijn ook bij het waterbeheerprogramma, los van de landbouw. Oh, ja, welke partijen er nog meer betrokken zijn inderdaad. Hele goede vraag en dankjewel voor die vraag. Maar alle partijen, ook Evides, is betrokken bij dit waterbeheerprogramma. En dat moet ook wel, want Evides heeft ook een groot belang in dit gebied. Als we het hebben over de Brielse Maas, of sorry, het Brielse Meer, excuus. Daar moet een heleboel water naartoe om uiteindelijk ook voldoende water voor Evides beschikbaar te hebben. In de noorden van, richting het noorden van Rotterdam, Delftland en die kant uit. Dus wij investeren ook heel veel geld om voldoende zoet water in ons gebied te krijgen. Zodat Evides ook op de goede manier kan werken. Een tweede is, en dat is nog, denk ik nog veel belangrijker, en dat ligt op een andere portefeuille. Maar wel wordt verwerkt in het waterbeheerprogramma. We zijn ook vanuit de waterketen, dus waterzuivering, goed aan het nadenken en ook in discussie, ook volgens mij met Evides, over hoe we nou het effluent, en dat is een heel moeilijk woord voor het schoongemaakte water dat uit de rioolzuivering komt, of we dat ook kunnen gebruiken voor drinkwatervoorziening. Die discussie loopt al. Oké, mooi, mooi. Er is nog een vraag in de chat gezet. Diegene komt niet in beeld, dat hoeft ook helemaal niet. En dat is Gerard Litjens en van de
van Wereld Natuur Fonds stroming. De vraag is, hoe ver kijkt het waterschap vooruit? En bijvoorbeeld ook in een gebied waar het waterschap nu geen opgave heeft, maar dat wel geschikt is of ruimte heeft om water op te vangen. Die kan jou stellen, Johan, denk ik. Ja, vraag. Dus, ja, die is voor jou. Ik kan niet wegkruipen. Nee, nee. En terecht. Ja. Nou, we kijken heel ver vooruit. Want ik noemde net in mijn verhaal, we hebben een ambitie. En daar komen natuurlijk, die zijn gebaseerd op de maatschappelijke opgave. Maar we kijken ook een eind vooruit, 2050 en zelfs 2100. En wat we nu doen, is dat we op basis van KNMI-gegevens, en KNMI kijkt naar de klimaatverandering, die kijkt ook naar wat heeft dat voor invloed op regenval, hoogstbuien en dergelijke. Want daar hangt het vooral van af, van kun je in de toekomst je water op tijd kwijt? En daar moet je dan ook weer afspraken maken. En dan zal het zomaar kunnen zijn dat de gebieden waar we nu van zeggen, daar hebben we een wateropgave. Dus die gebieden die zullen het eerst vollopen. Bijvoorbeeld het gebied IJsselmonde op sommige plaatsen. Daar moeten we maatregelen voor treffen. Maar als we nou nu al weten dat in 2050 de regenval nog eens verdubbelt, ik noem maar even een voorstel, dan gaan we daar nu al rekening mee houden in het waterbeheerprogramma. En dan gaan we daar nu al mee aan de slag, om dat in 2027 op orde te hebben. Oké, super. Ja, ja, mooi. Ja. Nou, ik hoor al dat er ook veel meer vragen zijn. Johan, die is er heel de middag bij, de afsluiting ook. Misschien kunnen er nog vragen terugkomen. En kunnen we vragen ook in de chat ook beantwoorden. Maar ik wil ook nog eventjes over Arie horen, want we hebben het over de plannen. Er lag natuurlijk al een plan waterbeheer, nu komt er een nieuwe. Wat staat nou voor jou bovenaan, waarvan je zegt van nou, dat vind ik vanuit mijn organisatie heel belangrijk? Ja, ik begin toch altijd nog met veiligheid. Dat vergeten we dikwijls. We zoomen dikwijls heel erg snel in op de details, zeg ik maar. Ja. Maar als de dijk breekt, zijn we klaar. Precies, zet bovenaan. Dus die zet ik altijd bovenaan. Ja. Ik weet het, Jaland en Tuinbouw, die wil gewoon goed waterbeheer. En vooral zoet water is een hele belangrijke. Ja. Die wordt steeds belangrijker, dus de zoetwatervoorziening. Okay. Dus die zetten we dan bovenaan. Ja. Vervolgens hebben we nog allerlei andere opdrachten in het gebied. Ja, geloof ik. Maar er zitten ook wel meekoppelkansen, zeg ik altijd maar. Want ik bedoel, maar als je zorgt voor voldoende waterberging en daarmee voldoende zoet water, dan kan je andere functies in die waterberging kan je plaatsen. Dus daar zitten wel mogelijkheden. Ja. Maar primair zijn wij altijd nog bijna, zeg maar, wat het waterschap ooit voor opgericht is. Dat is altijd ons belangrijke doel nog. Ja, oké, goed. Mooi. Frans, en jou ook die vraag vanuit Natuurmonumenten. Wat staat bij jou echt bovenaan? Waar je zegt van, dat is voor ons echt het allerbelangrijkste. Ja, het eerste wat mij dan te binnen schiet is de term biodiversiteit. Ja. Dat sluit een beetje aan op het punt wat ik net inbracht. Dat het waterschap ook een belangrijke beheringslandig gebied is. En dat de biodiversiteit die het waterschap in zijn gebieden heeft en ook kan krijgen, dat helpt in ieder geval in algemene zin de kwaliteit van de natuur in onze gebieden, maar ook zeg maar, in de schilder omheen, dus landelijk gebied ook. Ja. Dat is in ieder geval de afgelopen decennia is daar de biodiversiteit erg teruggelopen. En wij zien absoluut heel veel potentie in het landelijk gebied om daar die biodiversiteit te verhogen. En dat kan op allerlei manieren. Door ecologisch te beheren, duurzaam watersysteem. Johan noemde net al de groenvisie, hebben we ook op ingesproken. Nogmaals, ik zie in de samenwerking met het waterschap heel veel potentie om daar echt een grote impuls aan te geven. Grote stap te maken. Ja. Ja, precies. Nou, die vraag natuurlijk ook nog even voor Tanja, wat voor jou bovenaan staat. Ja, ik kon gelukkig even goed nadenken. Ja, Ik merk namelijk dat bij een gemeente komen dit soort vraagstukken ook nog eens bij elkaar. Wij zijn ook bezig met die veiligheid met het waterschap. We zijn bezig met biodiversiteit met het waterschap. In het kader van de stresstest, klimaatadaptief, zijn we ook met het waterschap al sessies aan het houden, stakeholder overleggen. Ja. En ik heb het idee van prioritering vind ik echt wel heel moeilijk. Omdat ik merk dat we op heel veel borden met het waterschap schakelen. Ja, ja. En elkaar daar gewoon ook gaan vasthouden komende jaren. Ja. Dat is echt wel de prioriteit. Dat elkaar is afgestemd. Volgens mij is dat ook een hele mooie. Nou, ik wil hem daar ook eigenlijk mee afronden. Deze eerste deel van het programma, de paneldiscussies. Iedereen,
hartelijk bedankt voor jullie inbreng en de punten. En de mensen ook thuis met wat in de chat is gezegd. Hartelijk bedankt. Blijf dat vooral ook doen. We gaan nu verder met het tweede deel van het programma. We gaan dus straks uiteen in verschillende groepen, in twee groepen. Dan gaan we wat meer inzoomen op de verschillende onderwerpen. En ik ga eventjes vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat. Er zijn twee breakout rooms, zoals dat heet, in Zoom. Ik ga het even vertellen wat het is en dan kan u wel eens nadenken van waar ga ik voor kiezen, want u gaat straks zelf uw keus maken naar welke kamer u gaat. De eerste breakout room, dat is bij mij hier. Er staat in teken van toekomstbestendig waterbeheer, waaronder duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Dan hebben we ook nog de Tweede Kamer. En dat is Jessica de Wit, die is daar om het gesprek te begeleiden. En dat gaat over waterveiligheid, dus de dijken, de duinen en het achterliggende gebied. En Henry van der Meijden, die zal daar wat meer over vertellen. Ik ben trouwens vergeten wie de gasten waren in de Eerste Kamer. En dat, het is allemaal in het Engels, hè? Dus de room. En dan wil ik echt gewoon de kamer. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, moet je ook aan andere dingen denken. Nou, maar goed, in elk geval, in deze ruimte gaat Leo Apon en Charlotte van Erp Tamon Kip u van alles vertellen over de onderwerpen. Dus u gaat een keuze maken tussen deze twee onderwerpen. En ik zal even precies vertellen hoe dat in zijn werk gaat. In uw scherm onderin ziet u een menubalk en daar ziet u ook een icoon. Breakout rooms. En daar moet u eventjes op gaan staan. Als u daarop klikt, dan komt er een pop-up scherm. En dan kan u dus een van de twee kamers kiezen. En dat doet u gewoon heel makkelijk door op join te drukken. En dan komt u automatisch in die kamer. En dan gaat daar het gesprek verder plaatsvinden. We hebben heel eventjes pauze, maar dan gaan we snel van start. En dat zal ongeveer tot even na 2:30 duren. En dan gaat u naar de tweede ronde. Gaan we dan ook precies weer vertellen hoe het in zijn werk gaat. Dus dat moet helemaal goed komen. En dan zie ik u dus na afloop om 2:45 hier weer terug voor de afsluiting van de middag. Ik wens u veel plezier bij de deelsessies.